Matthijs Samuel, de nieuwe CARICOM jeugdambassadeur van Suriname, heeft vanmorgen op een bijzondere manier aandacht besteed aan de Internationale Dag van de Educatie. Zijn high-level dialogue organiseerde hij samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, UNICEF Suriname en het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. 24 januari is door de UNESCO in 2019 uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Educatie. Het thema dit jaar is investeren in mensen, prioriteit geven aan onderwijs. Het is de vijfde keer dat er aandacht wordt besteed aan deze dag. Samuel geeft aan waarom het van belang is dat er aandacht wordt geschonken aan onderwijs, vooral in Suriname. We proberen er dus voor te zorgen dat we een implementatietraject krijgen. Het gaat niet om nieuwe oplossingen identificeren, het gaat om de oplossingen die er al zijn, ook aan te passen aan de Surinaamse context en ervoor te zorgen dat ze toegankelijk zijn voor elke Surinamer. Elke Surinaamse jongere, elke schoolgaande Surinamer. Dit dialoog wordt ook gevoerd met andere jongeren en met kinderen, omdat we jullie inzicht, de inzicht van jonge mensen, centraal stellen. Daar gaat het om. Het gaat om het belang van jonge mensen. Tayella Rosario, onderdirecteur ontwikkelingsdienst van het MINOC, wordt het initiatief zeer gewaardeerd vanuit het ministerie. Vanuit het ministerie hebben we er nooit echt zulke grootse aandacht aan besteed. Wel met eigenlijk informatie uitkomen met onze eigen factsheets, waar de cijfers zijn en dat soort zaken. Dus dit jaar hebben we ook een factsheet gericht op het beroepsonderwijs. Maar oké, maar daar kunnen we later over praten. Maar datgene wat de heer, onze jeugdambassadeur Matthijs heeft gedaan, vind ik wel geweldig. Het is in een kort tijdsbestek, is het in elkaar geslagen. En het is dus voor zijn, zeg maar, zijn eerste keer, zeg ik, voor nu is het al een succes. Javier Gordoba, program manager van UNICEF Suriname, is van mening dat deze dag een belangrijke is omdat organisaties naar jeugdigen kunnen luisteren die aangeven wat zij vinden van educatie. Which are the challenges that we are facing and to kind of listen to the ideas and to use them on their behalf. How important is education for the UNICEF? Well, I believe the education is important not for UNICEF, it's important for everyone, for all societies, for all countries. I believe that we are coming from a pandemic that hit really hard every education system in the world. We are even talking about a learning crisis in most of the countries on the world, and unfortunately, Suriname is not an exception. Therefore, education should be a priority for all of us. Minister Stephen McAndrew van AWJ stelt het op prijs dat een jeugdambassadeur het beseft heeft dat onderwijs heel belangrijk is voor het land en ook voor het individu. De bewindsman hoopt dat jongeren het belang inzien van deze dag. Omdat het in principe weer aangeeft, en vooral het thema, dat onderwijs toch wel noodzakelijk is, wil je ontwikkeling bewerkstelligen. Van jezelf of van je land, van je gezin, van je buurt, noem maar op. Voor alles wat je wilt doen is onderwijs heel belangrijk. Zonder onderwijs ga je vaak genoeg niet die kansen krijgen om bepaalde zaken te kunnen realiseren. Dus mijn boodschap aan de jongeren is, blijf onderwijs volgen. Ook al ben je een drop-out, ook al ben je een vroege schoolverlater. Er zijn mogelijkheden bij Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling om daar vaktrainingen te gaan volgen. De high-level dialogue is afgesloten met een interactief rondetafelgesprek met de verschillende belanghebbenden.